Wat ik vooral leuk vind om aan hier werken is de afwisseling. Elke dag komt er wel iets bij om te leren. Je raakt hier nooit uitgeleerd. Veiligheid staat hier op het hoogste punt. Dat je veilig werkt, maar elkaar ook veilig houdt. We zijn bij Barry Global in Kuik. Hier maken we non-woven materiaal. Dat zijn doeken. Doeken waar onder andere theezakjes van worden gemaakt. Absorberend materiaal voor in luiers. En voor hygiëne doekjes bijvoorbeeld voor je gezicht. Ondanks dat het een Amerikaans bedrijf is, is het bedrijf wel heel erg lokaal. Je hebt echte lokale mensen die gewoon heel no-nonsense zijn, maar wel resultaatgericht, zoals dat hoort bij een productieomgeving. Het allermooiste aan het beroep teamleider, vind ik, bij dit bedrijf, is dat ik in de gelegenheid word gesteld om een hecht team te bouwen, waarbij we met elkaar een mooi product hebben en waarbij we een toekomst hebben. Wat ik vooral leuk vind om aan hier werken is de afwisseling. Dus de werkzaamheden, elke dag op een andere plek staan. De samenwerking met collega's vind ik ook erg leuk. Ik ben gekoppeld aan een ervaren collega in de eerste maand à twee maanden, waarbij ik veel heb geleerd. Daarna ben ik zelfstandig naast hem aan een machine komen te staan. Dus ik kon wel altijd terugvallen als ik iets niet begreep op mijn ervaren collega. Ik ben begonnen hier als inpakker. Daarna ben ik slitterman geworden. En vanuit slitterman ben ik naar de unit toe gegaan om daar een opleiding, wat ik nu nog steeds doe. Daarbij heb je dus een heftruckcertificaat nodig, die heb ik dus ook behaald. En mijn aandacht en interesse ging ook uit naar EHBO/BHV. En daar heb ik nu ook de mogelijkheid toe gekregen om daaraan deel te mogen nemen. Dus binnenkort mag ik ook de opleiding tot EHBO gaan beginnen. Elke dag komt er wel iets bij om te leren. Je raakt hier nooit uitgeleerd. Iedere keer is het wel, oh ja, dit kunnen we ook nog, oh ja, dat is ook nog. Dus het is heel interessant, het houdt je ook scherp. Hè? Want dat is natuurlijk heel belangrijk, ook met oog op veiligheid. Dat er altijd wel weer nieuwe dingen zijn, waardoor dat je wel ja, interesse hebt om te leren. Nou, veiligheid staat hier op het hoogste punt. Dus als hier echt over veiligheid en qua machines, zeg maar. Dan is je kunt bijna bij die machine nergens tussen komen, want dat is zo beveiligd, zeg maar, dat niet mogelijk. Natuurlijk is veiligheid een heel ruim begrip. Dat kan zijn van veters strikken tot aan met messen snijden. Dus het is wel zeer belangrijk om elkaar daar attent op te maken. Het is onderdeel van ons werk, van iedereen. Dat is ieders verantwoordelijkheid. Dat je die keuze ook maakt. Dat je veilig werkt. Maar elkaar ook veilig houdt. We weten dat er een nieuwe lijn komt. Die nieuwe lijn brengt werkgelegenheid. Brengt weer nieuwe kansen. Brengt weer nieuwe opportunities. En brengt ook weer een heel nieuw avontuur. Kom jij bij ons werken?